Hi, ik ben Johan. Ik ben product owner voor de Thermonoord webshop. En in deze update neem ik jullie mee door de wijzigingen die wij hebben aangebracht in sprint 19 en 20. Sprint 19 is in de bouwvak gevallen en tijdens die periode hebben wij hard gewerkt aan de achterkant van de website. En in sprint 20 hebben wij meer gewerkt ook aan de voorkant. En in deze update neem ik jullie mee door de wijzigingen die we hebben aangebracht aan die voorkant. En een van die dingen die wij hebben gedaan is dat we notificaties minder storend hebben gemaakt. Tijdens die notificaties kan je gewoon blijven doorwerken. En het zorgen ervoor dat we de ervaring niet onderbreken. Daarnaast hebben we gezorgd dat jouw aflevervoorkeur onthouden wordt. Dat betekent dat wanneer je nu gaat bestellen, dat jouw laatste voorkeur, in mijn geval bezorgen op vaste datum, standaard is geselecteerd. Dus wanneer je regelmatig dezelfde ontvangstmethode hebt, dan wordt dat onthouden voor jou. Let dus heel goed op dat wanneer je daarin wisselt, dat je daar ook altijd alert op bent. Zodat je het wel op het goede adres blijft ontvangen. Nou, naast dit hebben we uiteraard nog gewerkt aan de achterkant. Waardoor alles sneller en beter wordt. Hebben we gezorgd dat we voorsorteren op alles wat in de toekomst gaat komen. Waar wat mooie updates aankomen die ook de hele ervaring weer een stuk beter gaan maken. We werken op dit moment hard aan. Heb je feedback of heb je vragen of heb je tips? Stuur die vooral naar e-commerce@thermonoord.nl. En wij zorgen dat we die antwoorden. Dankjewel.